Aan Slot, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Wat gaat hier allemaal gebeuren vandaag? Nou, we hebben de Nuttert van Heidrit weer opgepakt. En we dachten van ja, dat is eigenlijk zo'n zonde dat zo'n mooie rit verdwenen is. Dus, en dan hebben we wat vrijwilligers bij elkaar gevonden. En vandaag wordt het de eerste keer, je ziet het, een behoorlijke opkomst. En straks gaan de eerste klassieke brommers van start. En daarna gaan de klassieke motoren. En daarna komen nog de hele oude motoren van voor de oorlog. Die gaan van start. We zaten al met de voorinschrijving al op een dikke 60 deelnemers, maar er zijn nu al veel meer. Dus het gaat goed. En de hoeveelste keer is dit, de Nuttert van Heide? Dit wordt de 51ste keer. Dus 51ste keer. Een paar jaar is het natuurlijk even niet geweest, maar we gaan gewoon verder met de telling. Dus ja, het zal een mooie dag worden. Nou, het kan hier mooi, mooie locatie. Ja. Mooie ruimte. Mooi in het midden van het dorp. En, ja, gezellig. Dus daar hebben we het weer mee. Heb je niet voor te zeggen, maar nou, het lijkt wel, wel goed te gaan, dacht ik. Nou, jullie, veel succes vandaag. Ja, dankjewel, Henk. En geniet er ook zelf van. Gaan we doen. En dan stuur je mij gewoon maar door. Ik heb de negerin niet bij. Ja. Ja. Hallo allemaal. Om het van harte welkom hier. Op de 51ste Nuttert van Heidrit. Nou, hier is meer deelnemers dan ik verwacht had. Het is altijd een beetje afwachten. Iedereen kijkt een beetje van wat het weer gaat worden. Nou, niet zo heel warm, maar ik denk dat we prima temperatuur op te gaan rijden. Ik heb hier naast me staan Sjoerd Hoekzijn. Sjoerd Hoekzijn, die de vader was vroeger hier bij Treffersen de rondchef. En we hebben gewoond in het huisje waar Harry Hoekzijn hier vlakbij de woont. En ik wil hem graag even een woord geven. Dankjewel, ja, mensen, ik zou zeggen, beste mensen van de VMC of rijders, hartelijk welkom hier op deze 51ste Nuttert van de Heiderrit. En alle bezoekers ook een heel hartelijk welkom. Luister goed. Wat ik eigenlijk te vertellen is, ik ben lid van de VMC, Veteran Motorenclub. Daar zeg ik niet zoveel over. Maar ik wil wel iets persoonlijks vertellen namelijk. En dat is het volgende. U weet dat elk stukje grond een stukje historische grond wordt, is. En dat betekent dat ik hier sta op een stukje historische grond voor mezelf. En als je dan goed kijkt, dan moet ik toch even kijken naar dat stationsgebouw. Mijn vader was daar stationschef. Van 1935 tot 1951. En wij woonden, en als u hier staat kunt u het zien, in het huis dat daar staat. Stukje tuin ertussen. Aan deze kant een klein weggetje naar weilanden. En aan achter het station langs een weggetje naar een stoelenfabriek, de Trio. Maar die is inmiddels ook geamoveerd. Het tramstation. De tram die is in 1914 beginnen te rijden en ongeveer 50 jaar later was het einde alweer daar. Het linker gedeelte van dit stationsgebouw was de wachtkamer. Het middelste gedeelte dat hoog was het kantoor waar mijn vader zetelde. En de deur daarnaast was de toegang tot voor het afgeven van pakjes. En andere goederen, en dit was de goederenloods. Aanvankelijk waren hier twee sporen, op deze hoogte ongeveer en daar. En later hebben ze nog een derde spoor wat dichter bij het perronnetje. Ja, u moet iets voorstellen van 30, 40 centimeter hoog, maximaal. Hadden ze dat aangelegd om wat meer ruimte te hebben voor de grond. Hier tegenover stond een pompgebouw. En dit was onder andere een van mijn taken, hoe jong ik was, om te zorgen dat het water in de tank boven vol bleef. Want als de locomotieven water moesten gebruiken, dan moest dat vol zijn. Nou, ik denk dat ik verder niet veel over die tram zal vertellen. Het is dus de Nederlandse tramwegmaatschappij die het was. Het lijntje waar ging van Oosterwolde naar Steenwijk. Het was een officieel tramstation. Mijn vader was stationschef
Ik benadruk het alleen nog even, want anders dan komen de verkeerde benaming. Hè? Ik vind wel dat, hier hebben ze tramhalteplein van gemaakt. Het is toch eigenlijk meer een stationshalte, nee, een stationsplein gewoon. Maar goed, dat is nu een keer gebeurd en het zij zo. Wat kan ik u verder nog vertellen over het stationsgebouw? Het is dus in 1951 ongeveer is het overgegaan naar, iets later. En ik dacht in 62, nee in 1951. 52 is het overgegaan naar de gemeente die er een brandweerkazerne van gemaakt heeft. En daarna is het een tijdje te koop gestaan. En inmiddels ziet u, er is een restaurant ingekomen. En het is een, ik dacht, een sociale werkplaats geworden. Nou, nu over de Veteranen Torenclub nog iets. De Veteranen Torenclub is een officiële motorclub. Heeft niets te maken met de clubs waarvan de namen regelmatig in de kranten verschijnen. Wij zijn een hele eerlijke club met ongeveer 1200 leden. En we rijden elk jaar een stuk of 16, 17 ritten, gelijkmatigheidsritten. Dat wil zeggen maximaal 36 kilometer per uur voor degene die dat kan doen. En anders mag u kiezen tussen 24 of 30 kilometer. Nou, 36 lijkt niet zoveel, maar dat valt in de praktijk toch wel wat tegen. Want dan komen we de bochten en de stoplichten en de bruggen, et cetera. Maar daar zijn allemaal controleposten waar we langs moeten. En we rijden op bordjes. Die bordjes zijn rond. Dat betekent rechtsaf. Een vierkantje betekent linksaf. En een driehoekje uiteraard rechtdoor. Nou, dan gaan wij straks van start. En ik heb begrepen dat eerst de bloemvoetsen weggaan, maar dat zal Adeline verder dan vertellen. Nou, heb ik nou nog iets vergeten te zeggen? Nee, nog niet. Mijn vrouw corrigeert me anders wel, dus dat gaat nu goed dan. Ik wens u veel plezier deze dag, zowel de rijders, maar juist, ja, dat heb ik vergeten. Inderdaad, dat heb ik aan het eind gezet. Ik ben begonnen met de mensen te noemen die hier waren, de rijders en de bezoekers. Maar ik heb natuurlijk het bestuur van de motorclub en alle assistenten, want dat zijn er inmiddels al heel wat, ben ik heel dankbaar dat zij de nutten van de rijdenritten willen voortzetten. En ik hoop dat na het experiment, mag ik dat zeggen, van de gewone toerrit vandaag, dat het volgend jaar een officiële VMC-rit mag worden met tijdcontroles. Ik wens u veel plezier. Goed, ja, maar die woorden uit de mond. Ik spreek even namens Sportcentrum Bouw. We hebben de afgelopen twee jaar, dat heb u in de regionale pers ook wel kunnen lezen, heel veel moeite gedaan om een opvolgende organisatie te vinden voor de organisatie van de Nubbert van de Heiderit, die volgens moet blijven tot in lengte van dagen. En dat lijkt nu dus te gelukken. Adel Slot is heel enthousiast begonnen met een groep jongens. En ik heb op de achtergrond ook een beetje meegedacht en wat adviesjes gegeven links en rechts. En verder bemoei ik me er helemaal niet mee. Alleen, ik heb nog wel een hele leuke aanbieding voor jullie. Ik heb hier een heel mooi boek liggen van 50 jaar Nubbert van de Heiderit. En dat is vandaag voor het speciaalprijsje van 7,5 euro bij mij te verkrijgen. Hier bij de tent van Ecomax, die bijzondere brandstof voor oude motoren. En ik weet niet of het wel gezegd is, maar dit is Titi, dit is de oudste dochter, de middelste dochter van Lutters. En Arjen de Vries, die is getrouwd met Roelie, die moeten helaas wegens omstandigheden verstek laten gaan. En Lies kon ook niet komen. Maar die komt ongetwijfeld nog een keer hier weer. En ik hoop inderdaad met jou zo dat het volgend jaar een wedstrijd is gaan worden. En dan geef ik nog graag de microfoon aan jou houden. Nou, Sjoerd en Jan, hartstikke bedankt voor jullie wijze woorden.
Ik ben zelf maar een nieuweling hierin. Ik heb als kind altijd een prachtige rit gevonden die, toen ik in zo'n huis woonde bij mijn ouders, heel vaak voorbij heb zien komen. En ik dacht, ja, dat is toch wel jammer dat zo'n rit eigenlijk ophoudt te bestaan. Ik bedoel, Marlen hebben het natuurlijk 50 jaar lang gedaan en het is toch knap dat ze altijd bij hem zo'n rit hebben weten te organiseren. En ja, dat kan ik wel begrijpen dat je op een gegeven moment zegt, we zetten er een punt achter. Maar we hebben geprobeerd met heel veel vrijwilligers, en werden er steeds meer, om die rit gewoon voor te zetten. En ervaring hebben we nog niet, maar gelukkig hebben we bijstand van een paar van de sportcentrum Den Buil die ons een beetje assisteren en souffleren. Daar ben ik ook heel, heel erg blij mee. En zometeen gaan we van start met de klassieke brommers. En er starten dus drie tegelijk. En we hebben straks Daniel Oostra, onze bekende plaatsgenoot, die dat aan elkaar gaat praten. Die kent de plaatsgenoot al een beetje. En daarna komen de klassieke motors. En als laatste VMC. En daar hebben we Ben voor, als ik het goed heb. Ben Muurling. Die kent de meeste mensen ook nog wel ontzettend, maar we hebben in ieder geval. Ik denk dat de brommers het zometeen klaar kunnen maken. En worden de nummers opgeroepen. En als ik iets vergeten ben, dan souffleert iemand mij wel. Maar ik denk dat het ondertussen al half elf is. Dus dan gaan we rustig aan beginnen aan de rit. En ik hoop dat iedereen een hele fijne rit heeft. En straks een lekkere pauze kan genieten na de eerste 60 kilometer. En dan krijgen we de tweede stuk. Met brommers bezig zijn, maar hoe zit het bij jullie in de club? Zijn het ook wat ouderen of jongeren? Bij onze jongstichting ongeveer 22 tot met 67 jaar. Dat is mooi om te horen, dat is mooi om te horen. Nou, ik kijk even naar mijn collega, hoe zitten we met de tijd? Ja, rijden, heren, dames en heren van de brommerclub uit Twijzel.
Mensen die anders aan de kijken, deze van Bas, voorstander. Met die hoge steentjes, hè? Fantastisch, fantastisch. Nou, even een mooi fotootje, heren, wel even lachen. Dat hoort natuurlijk zo. En de kruidel gaat ook mee. Ja, helemaal goed, dat is nummertje. 24. 24, ik vind het best. Ja, 24. Voorzichtig dan. Dan beginnen we met zo'n. We gaan naar 25, 26 en 27 als jullie naar voren gaan. Er mag nog één bij, jongens, als ik kan, hoor. Ja. 26, 27. 26, 27 en 28. Mark Kastelein, nou, daar zijn we ook wel een bekende hier uit het dorp. Dus dat komt helemaal goed. Je kameraad gaat ook nog even mee. Ja, oké, okay, dat snap ik. Mark heeft een beetje een apart toetje, volgens mij zei hij net al bij de inschrijving. Een beetje nou een racing, hè? Geen idee. Je kent hem, maar ik vind wel dat een mooi pas dat hij in het voorwiel zit. Oh. Ja, ik ken hem. Dat is de voor, dat is natuurlijk voordat je niet hoeft te poetsen. Dat is een niet poetsbos dat hier. Nee, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Nou jongens, als jullie zover zijn, mogen jullie de broers aanzetten. Even wachten, nog zijn jullie mensen. Dan gaan we naar 30 worden, Marcus. Nou ja, als iedereen daar komt, het helemaal goed gaat. Volgens mij komt het zonnetje er een beetje bij. Ik heb nog, je hebt 29, hè? Meneer Vinkstra, nee, Wessel en Borger, dat is 30 en 31, maar goed naar voren komen, 30 net en 31. Net zo oud als ik met deze brommen. Jan, 30 en 31. Jan, wil je even kijken? Die met een oldtimer brommetje de hobby leveren. En dat is toch wel mooi om te zien dat het oude speeltuig nog een beetje bewaard is gebleven. Dat is altijd mooi. De een is nog mooier en vindt nog mooier dan de ander. Ja, nee, nou, we gaan anders verder. Gaan we naar 32, 33 en 34. Die zijn dan weg met de groep van Twijzel. Die zijn dan weg met de groep van Twijzel. Nou, je krijgt... Met de brommen gaan we weer vinden. Dus dat komt helemaal goed. Stap maar even lekker naast elkaar, heren. En dan mogen jullie hem voor mij wel aanzetten. Dat is wel mooi te zien. Dan gaat die ene zondampje. Twee zondampjes. En een echte groep. Kom maar, ik zou zeggen, een rij voorzichtig. Geniet ervan. En dan geef ik van mijn voorbeeld. En veel plezier! Die staat er al, nummer 38. Dan gaan we met z'n drieën verder. Ja! Hartstikke mooi. Het laat er gewoon bij. Nou, ik wil toch even weten, want dit zijn allebei kruidhuis, of niet? Ja. En dit ook? Oh, wat mooi. Alle drie zelfs. Dat is wel een mooi oudje trouwens. Hoe oud is deze meneer? 69. 69. Beetje van dezelfde leeftijd, zeg maar. Ouder. Ja, dat zijn we. Beetje van dezelfde. Henk Film met een even. Zou die wel willen? Ja, zou die wel willen, zegt mevrouw. Hè? Ja, nou, dat goed. U zit niet bij hem achterop, dus dat komt helemaal goed. Nou, ik kijk even naar mijn collega. Wat zullen we doen? Ja, zullen we hem wegsturen? Ja, heren, ik zou zeggen, start de brommers. En dames, rij voorzichtig. En veel plezier. Oh, er zijn er dan drie broers. Twee broers. Twee. Jij staat er nog. Die staat er ook al. Die wil niet alleen. Oké. Ja, hij staat er al. En dat zijn drie broers. Hartstikke mooi. Nou heren, hebben we er zin op? Ja, wel toch of niet. Dat komt helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, staat het spulletje maar aan. Ja, een rij voorzichtig. De bordjes spreken voor zich natuurlijk. Ik zou zeggen, veel plezier. En we zien elkaar zo meteen. Ja, ja hoor. De
Carelli. Oh, dat is nou even mooi te horen. Ik hoor het. Ja, dat is jouw sentiment, die Carelli. Ik heb heel wat kou op geleden van denk. Mooie brommer, liep altijd in 100 kilometer. 7 pk cilindertjes waren toen te koop voor die Italianen. En ja, vol plezier van mij. Leuk brommer. En dan zet je dan een alleenig op of zo af en toe met een jonge dame achter? Nee, ik moet geen jonge dames bij mij achter. Jongen, even de camera dan, kijken. Dat komt hier goed natuurlijk. Dat komt hier goed. Nou, ze zeggen de duim omhoog, heren. Veel plezier. Start dat gewoon maar aan. Jullie zijn de les. Als je onderweg nog wat tegenkomt, neem ze lekker mee. Hallo, veel plezier. Tegenstander aan en Klaas Bortema met de schitterende PSA wegenwacht uitvoering. Mannen wordt helemaal in tenue. Zit er nog gereedschap in, Klaas? Ja, ze hebben wel originele staat, hè? Ja, alles erop en eraan zoals ze er vroeger ook mee reden. Rustig aan, maar je rijdt hem al een beetje stevig en al, hè? Nee, ik reed al omhoog, hè? Oh. Twee of zes nadat jullie gewend zijn. Oké. Veel plezier, rijd niet te dicht bij elkaar. Goed, dan krijgen we in de Dassen en de Dassen en de Arno Dassen. De BMW, haal je de BMW. En een hele mooie vierslinger, 550, supersport. Vader en zoon en neef. En neus op de 400. Kijk eens hier. Hoppla, daar gaat hij dan weer. Dan gevoelens bakker uit Vochtelo met een BMW R-verhoop naar voren komen. En ja, Bosma uit Wijnje. Kawasaki shopper en nog een Kawasaki en een BMW. De Kawasaki, ja, dit zijn al klassiekers denk ik. Hè? Hoe oud zijn ze? Ze van 86. Dus ze zijn ook al bijna 25 jaar oud. 86. Oh ja, ga zo hard. Ben ik ook ouder dan ik denk. Nee, maar er worden natuurlijk ook klassieke motoren en ja, die motorfietsen hebben natuurlijk een bepaalde mode
beeld gecreëerd. En er zijn dit natuurlijk ook machines van. Goed, daarnaast de race van de BMW. En als jullie willen, mag je weg. Ja, veel plezier. Rijd een speer die kara's, hè. Mooie dingetjes, mooie machines. Goed, dit waren de klassieke machines. Ja, dan de toertochten nog. En maar voor het clubkampioenschap organiseren wij zo'n dikke 20 ritten per jaar. Ja, Bernal die wil ook Nederlands kampioen worden, dus die, die rijdt ook wel behoorlijk wat ritten. De Indian is een Indian Scout, een tweecilinder van 1924. En daarnaast hebben wij staan uit Oude Pekela, Henny en Minne Hoekstra op een Harley VLD 1200 cc. Met een schitterend zijstander. Nou ja, ik zal wel zeggen, als die mensen er niet zijn, gaat het evenement niet door. Zoveel ritten rijden doen. Hoe zeg je? Ja. Dag Henny, alles goed? Mooi. Goed, en nummer 3. Goed. Amerikanen aan de stel. Meneer Scout en ja, jij maakt een nummer. Heeft er een, nog wel een koppeling. De voordeel heeft hij. In die tijd waren ook veel machines. Stilstaan is afstappen. En aanfietsen als je verder wilt. Doe het best, Johannes. Heeft de riem. De Renze met een auto van 1926. Er zijn alle twee Franse motoren en Sjoerd Hoekstein uit Haren. Die was natuurlijk de man eigenlijk, is de man achter de boilerrit. Heeft in het verleden natuurlijk ook meegeholpen, zo niet georganiseerd in Borg. Maar goed, we zijn allemaal hartstikke blij dat het weer zo mag gaan. Sjoerd, of niet? Hè? En de AKD, de Abingdon King Dick, die komt uit Engeland. En die is 250 cc, dacht ik. 300 cc. Goed. Mensen, jullie mogen vertrekken, als je wil. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja. Ja, daar gaat ie. Nee, jonge kerel, ik krijg hem zo aan de gang. Goed. Dan gaan we verder met inschuiving uit Drogen met Monet Guillon M4. Monet Guillon is ook een Franse motor. En hebben we dus onder andere met BMW met eerst in de vars in liggen. Met deze lid in de linkerrichting. In het frame. Goed. De Monet Guillon die protesteert nog een beetje. Lijkt van AIS. En dat denk ik ook niet aan de gang. En daar hebben we Mariette, vader met de Indian Scout. Mariette, goedemorgen. Heel mooi. Voor mij wil een andere kant op. Happy. Mariette, die komt uit Oosterbuik. Ja, Oosterbuik heb ik het gezegd. Moet kijken. Maar dat geeft niet. Hij is opgebouwd en zo wordt het.
Jochem. En er staat ook dat hij een AIS bij zich heeft, maar die heeft een beetje troubles. Dus heeft de Rus Smulti heeft die meegebracht. En de Rus die is van 1919. Oké, okay, dat is een Engelse motor. Een zeer, zeer complexe machine. Met riemaandrijving, maar ook een soort versnellingsbak in de achternaak. Nee? Ik kan niet goed. Of Variomatic, ja, is het. Ik heb het zoveel zo met die dingen. Hele mooie motor. Normaal rijdt zijn dochter erop. En de motor. Daarnaast in de man. Oké. De mannen die komen uit Lottum. Nou, als je weet waar Lottum ligt, dan ben je 2,5-3 uur verder. Helemaal in het Limburgse. Zijn open-top motorfavorieten. Motorliefhebbers bedoel ik. En Geert die heeft meegebracht de V-Gewet van 1912. En dat is een. Dat is eigenlijk een Engelse motor. Australisch. Is het nog familie van die AKT van... Ja, Blok is Engels. Blok is Engels. Oké, okay. Dus het is half Engels, half Australisch. Oké. Okay. En de schitterende Aerial, de RH500 van 1936. Moet hij iets gaan doen, Mark? Of... Ja, je gaat wat vroeg weg, want ik moet ook nog weg. Hey, Gerard Nutten. Nee, Johan Benen. Heb je gesproken, kerel? Ja, dat heb ik. En die is nagenoeg origineel. Of is origineel. Ja, maar hij is wel gerestaureerd, hè? Hij is gerestaureerd. Maar hij is origineel weer opgebouwd, hè? Ja, ja. Ik heb hem al. Zit al in de familie vanaf 1957. Ik ook. Ik vanaf 6 minuten. Oké. Staat ik hem nu? Ja, is goed, Johan. Goed. Dan hebben we... Wat hebben we het Gerard Lutten. En een haakje. Met de BSA. Daar gaan we met een Harley zo optrekken. Maar de Harley heeft een lekker benzinekraan. Dus je gaat hier iets moderner rijden vandaag. Maar ook een hele mooie Engelse BSA. Dat die BSA dan hier uit de buurt. Het was van Andries Meijer en het is het type M21 van 1939. Ooit op een BSA, de BSA heeft altijd startnummer 17. Is het nou ook? Ja, is het. Hij bewaart alle startnummers van die kaarten, denk ik. Het gaat hartstikke leuk. En Anne Delsen hier uit de buurt met een schitterende stout, Indian Stout van 1940. En de Indian Stout is een tweecilinder. En hoeveel cc heb je al? 500 cc. Indian Stout van 1940. Dus, dat is net van voor de oorlog. Nou, één keer. Eén keer en het land. Ja, ze zijn nog hier. Jullie! Echtgenoot. Ja, je zit in de vechtbaar in de buurt. Ilona rijdt op een DKW. Een DKW RKM 219-35. En Marcel, die rijdt op een NSU. Een NSU 301. En die NSU, ja, die ziet er natuurlijk niet echt gepoetst uit. Wat is dat, een bultzand of is dat een hotel? Ja, dat is een bultzand en dat is een busken opgebouwd en er zit een beetje in en dat is klaar. Oké. Dus wie nog wat Spartaans wil, die mag naar de bult in Steenwijk. Het vult 100% mee door. Ja? Ja, is goed in orde. Oké. Helemaal goed in orde, zeg. Hij rijdt met de BMW, de BMW R35 en hier hebben we bij Alex Gozen en echtgenoot met de schitterende Deense Nimbus.
de Nimbus type C, 750cc van 1935. Er rijden ook heel veel ritten, dames en heren, met die mooie Deense motor. En hij is goed vol, ja. Mensen, veel plezier. Ze weten niet waar je... En Ruud Vakker, daar is er ook. Die rijden beide op de Peugeot. Jan Langbert, die gaat nog even met de BMW vandoor. Ja, heel plezier. Met de 104 van 1926. Kijk, en daarom neem je je man mee, hè? Kan die even helpen. Ja, dan hier weer. En daarnaast hebben wij Arend Schoonvelde uit Assen met een Triumph ST 550cc uit 1927. Ja, de Peugeot die loopt. Maar Ruud erachteraan. En Arend Schoonvelde die vertrekt met de Triumph. Silvolde en zijn echtgenoot die rijdt op de Peugeot P107 350cc en die is van 1928. De Peugeot is een, natuurlijk een Franse motor, maar maakt het ook nog en de Humber is een Engelse, de schitterende Engelse Humber. Volgens mij is een van jullie twee was de Nederlands kampioen, geloof ik, hè? Allebei Nederlands kampioen, dames en heren, applaus! We rijden de minst vertrappende, we rijden gelijkwaardigheid, wie de minst vertrappende heeft, die is in zijn klasse of haar klasse. Heel erg aan doen. Veel plezier. Oké. Hele Wattra. Hey, nou kom met dat ding op de kar als hij naar voren. 600 meter. Dan hebben we hulp. En ja, dat bedoel ik. Dan heb ik een goede test weer gehad vanmorgen nog. Dan weer helemaal traag. Met de Nimbus. De mooie Nimbus. Veel plezier. Rick Diebuis op de Ruts. Een mooie Engelse Ruts. Ja, die heeft van zijn hobby, van zijn beroep, hobby zijn beroep gemaakt, of wat je maar noemen wil. Maar in ieder geval, hij doet wel redelijk veel in dit soort motoren. En hebben we Ravers. Ravers? Maar ik heb nu een, er zijn er na-inschrijvers, dus ik moet nou even kijken. U bent Ravers? Met een DKW RT98, hè? Ja, RT98. Van hoe oud? 1938. Dit is mijn kleine wielen of grote wielen? Kleine wielen. Oh ja, je hebt de DKW geschat met grote wielen. Dat waren de eerste. En later hebben ze kleinere wielen gekregen. Het waren vooral motorfietsen die dus... Ja, dat is nog een hot item dat de spulbelastingvrij moest zijn. Deze dingetjes waren onder de 60 kilo. En als het ledige gewicht lichter was dan 60 kilo, dan hoef je geen wegenbelasting te betalen. En daarom zijn er heel veel van die motortjes verkocht in die jaren. Nou, de schitterende Ruts met de kopklep, motor erin. Is dat een vier kleppen? Vier? Nou, ja, potjandori, wil jij bofkant zeggen. Goed, maak hem aan de gang en rijd de route. Veel plezier, mensen. Thank you.
Hold erop. Gaat wel vooruit, hè? Goed, dit is een draaihoek. Ja, mooie draaihoek. En een Peugeot van Lex. Dat is een 108. Oh, mooi dat je dat op dat bordje hebt gezet voor mij. Ja, jij weet er natuurlijk niks van. Hier staat niks op. Jij weet er niks van, hè? Maar dat is ook een hele mooie ongerestaureerde flatdenk Peugeot. Of draaien van hoe oud? 1915. Dat betekent, hè? 104 jaar. Hij rijdt op het 104e seizoen. Rijdt hij mee. Goed, mensen. Geef hem de sporen. Veel plezier. 1915 met riemaandrijving. Hele mooie motor. Zijklep motor. Ik denk 500 cc. En daarbij staat nummer 37, Fred Hesseling. Fred Hesseling, die komt Vetten. Goed, hè? Nee, dat wist ik. En Fred is de voorzitter van onze landelijke vereniging. Goed, Fred heeft een DKW meegebracht. Volgens mij komt deze DKW in de buurt van Pijzen. En de schitterende Indian Prince met de zogenaamde blinde wielen. Hoe gaat ie? Redelijk goed. Oké. Sietse Hogenberg, dames en heren, uit Pijzen. Je mist je passagier. Ja. Ja, die is er niet bij vandaag. Dat kan niet druk. Nee, lukt het niet meer. Ja, eens, dan komt de tijd. He? We gaan erachteraan. Ja, veel plezier. Ik wil er niet te lang over hebben. Nee, zo is dat. Goed, de DKW 500cc 1929, water gekoeld. Sietse Hogenberg. Jammer genoeg, zonder Hammie, zijn vrouw. Goed, dit was hem, dames en heren. Ik weet niet. Nee, hoor, rond 2 uur. Rond? 2 uur rijden ongeveer. 2 uur rijden. Hebben we een pauze onderweg of niet? Hier komen we pauze houden. Over 2 uur zijn we terug. Dank voor uw aandacht. En vanmiddag kunnen we het Rijden Museum weer gaan bekijken. Oké, bedankt. En dan wil ik nog even zeggen voor de mensen die hier allemaal aanwezig zijn. We hebben nog bij de molen in Noordwolde hebben we de stationaire motor staan. Dus nog even een leuk om even te kijken. Het Vlechtmuseum is vandaag ook open. Dus ik zou zeggen, nou, dames en heren, van alles om te zien. Veel plezier. Daniel en Ben, hartstikke bedankt dat jullie hier aan de camera gesproken hebben. En, we hopen straks dat we horen terugkomen dat jullie ook allemaal weer aanwezig zijn. Dus tot straks. We gaan een koffie. Koffie. Lekker. Yeah.
Hey Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt verstand van die Berini. Ja, nou, vertel eens wat over. Ik heb een zwak van Berini's. Ik heb er een heel boek over gemaakt. En nu wil ik toch even deze laten zien. Want dit is de Berini, eigenlijk de eerste Berini die voor ouderen geschikt was om naar hun werk te gaan. Dat is de M21. Maar dit is de M21 met een smalle tank. Een smalle tank, dat houdt in, dat is een Berini uit 1954. Die 1954 en daarna zijn tussen al die anderen gekomen wat de bonnen in het tank, wat meer inhoud en dat soort dingen. En daar zijn wel meerdere gegevens ook over te krijgen. Maar dit is echt wel bijzonder dat hij dus zo oud is. En hij ziet er nog echt helemaal in de originele staat uit. Hè? Maar je zegt voor oudere mensen, waarom nou speciaal voor oudere mensen? Voor de mensen die geen auto konden kopen en toch naar hun werk moesten, konden ze met deze brommen naar hun werk toe. En je kan ook op fietsen? Je kan ook op fietsen en je kan er mee rijden. Dat is goed. Ja. Hij heeft gewoon fietsaandrijving en hij heeft... Maar ik heb de tank is op dit moment leeg. En ik heb geen benzine even, anders zal ik hem kunnen laten lopen. Maar ik wil hem wel verkopen. Zodat mensen er interesse hebben. Ik vraag er 1.000 euro voor. Want het is toch wel een bijzonder ding. En als ze interesse hebben, kun je contact met me opnemen. Telefoonnummer? Ja, dat weet ik niet ook. Hij wil me niet. Wat is dat nou, Jaap? Dat is een brommer. Ja, dat zie je. Die van jou. Die is van mij, ja. Toch? Je had mee moeten doen vandaag. Hè? Je had mee moeten doen. Ja, maar deze staat al 3 jaar stil. Ja. Dus er zit geen benzine in. Maar je vertelt net, je kan er ook op fietsen, dan fiets je toch mee? Ja, maar kijk, dus dit soort brommers, daar kun je mee fietsen, maar natuurlijk ga je ermee brommeren. Fietsen, dat is niet zo eenvoudig. Dat wordt te moeilijk. Heb je telefoonnummer? Ik ben even aan het zoeken. Goed zo. Dat is 06-22-92-7124. En de naam is? Jaap Koren. En ik ben echt een oldtimer. Ik heb nog een koep over. En die woont in? Noordwold. Akkoord. Helemaal in de originele staat, hè? Nou. 1954. 1954? Ja. Misschien nog een jaar ouder, denk ik. Ja, zie je? Nou, ze kunnen hier ook overleven. Ja. Nou, fietsen met dat ding even, ja. Fietsen. Probeer als je fietsen wil. Gewoon even hardlopen. Even demonstreren. Ja, mag ik hem vertellen? Deze is nog een beetje op de goede staat, de andere moet nog echt gerestaureerd worden. Ja. Daar heeft er voor 2-3 jaar erin op.
Ja.